Jankees de Jager, verkenner in Rotterdam. Wat houdt dat eigenlijk precies in? Nou, dat betekent dat ik een opdracht heb meegekregen vanuit, vanuit eigenlijk de hele stad Rotterdam om mogelijke combinaties te onderzoeken die een coalitie hier van het college van burgemeester en wethouders kunnen vormen. En dat proces dat ga ik vandaag ook in. Ja. U woont in Rotterdam, in het centrum van Rotterdam. Wat weet u eigenlijk van de Rotterdamse politiek? Nou, ik ben nooit echt actief geweest in de Rotterdamse politiek, maar als inwoner woon ik hier al sinds mijn studententijd. Ik woon al meer dan 20 jaar in Rotterdam en ben zelf natuurlijk in de landelijke politiek ook heel actief geweest en ook wel betrokken geweest met de Rotterdamse politiek. Ik heb heel veel overleg gehad met zowel burgemeester en wethouders, maar ook bijvoorbeeld het havenbedrijf, waar we ook mede eigenaar als het ware vanuit de staat en Rotterdam zijn. Maar dus deze stad gaat me echt heel erg aan, dus ik vind het een prachtige stad. Ik ben ook heel blij dat ik deze opdracht heb gekregen. Ja. En ik begreep dat meneer Eertmans ook heeft gezegd, ik ken meneer de Jager ook goed. Dat klopt ook nog. Tijdens onze studententijd hebben wij bij dezelfde studentenvereniging gezeten. Dus dat is ook nog een toevalligheid. Ja. Nu weet u, voor het weekend wist u al dat u deze klus zou gaan doen. Heeft u al een beetje zitten rekenen welke combinaties er mogelijk zijn? Nou, ik heb me vooral ingelezen in de partijprogramma's van de 10 fracties die nu in de Rotterdamse Raad zitten. En ook verschillende andere stukken, zoals een onderzoek over Rotterdam, et cetera, en wat achtergrond. Bijvoorbeeld ook wensen van organisaties, van maatschappelijke organisaties die zijn ingediend bij het stadsbestuur. Dus ik heb me vooral nog ingelezen, dus heel open, want ik ga ook het proces heel open vandaag in. Alle 10 fracties gaan achter elkaar langskomen. Allemaal ook evenveel tijd hebben ze bij mij om dat aan te geven. Dus ik heb nog niet voorgesorteerd op mogelijke combinaties. Dat is mijn opdracht om dat in de komende 10 dagen te doen.